Wij gaan nu luisteren naar, als introductie, mevrouw Hubers. Het is echt een eer haar aan te mogen kondigen in deze salon. Hoewel ik me vandaag wel op een soort ongewassen biologencongres baan. Al in natuur. We gaan nu dus van de Amsterdamse natuur naar de Haarlemse cultuur en de poëzie. Dus dat is wel het essentiële element van elke cultuur. Maar Sylvia Hubers bestelt ook de zingende zaag. En de trouwe luisteraars van Hilversum 4 hebben hem ook gehoord van de week. De lame sonore. Maar die heeft dan geen tandjes, geloof ik. Wel tandjes, maar niet gezet. Ja, wel nu, het was Sylvia Hubers. Ik ben overigens aan het schuld. Ik ben in de kleverige webben van Ton Schimmel ben ik verzeild geraakt, ooit. U bent van professie schoolmeester en zij is van professie dichteres. En wij kennen elkaar via een wederzijdse vriend, die ook schoolmeester is en daar zit. En een Haarlems blog onderhoudt. Dit zijn de twee Haarlemmers. Dit zijn allemaal Amsterdammers. Ze houden allemaal ook van hun stad. Maar vanmorgen schoot mij te binnen toch op een andere manier. Haarlemmers houden namelijk van hun stad als een kind en zorgen daarvoor. En Amsterdammers houden van hun stad als van hun moeder en die wonen hem uit. Dat is ook belangrijk verschil. Mevrouw Hubers is gedebuteerd met deze bundel proza in 1988. Dat is dus ongelooflijk lang geleden. Dat duidt ook op eeuwige jeugd. Maar hier is haar jeugd nog eeuwiger. Dat is helaas niet een lichtbeeld te vangen. Eigenlijk tragisch dat zij besloot om met proza te beginnen. En ze werd uitgegeven. En toen ging ze dichten.
daarna. En vervolgens had ze lang genoeg gedicht. Er kwamen mooie bundels uit. God gaf ons apparaten. Men zegt liefde. Terug naar de apotheken. Het is u allemaal helaas ontgaan. Vandaar dit huwelijksleven. En nog een stelletje, want ik heb ze niet allemaal. Ik ben een trouwe fan. En toen werd ze stadsdichteres van Haarlem. En besloot ze om weer proza te gaan schrijven. En dus het leven houdt zijn wonderen verborgen. En ja, nu is er dus nieuw uitgekomen. Deze proza-bundel. Nu heb ik, en het viel enorm in ons voorbereidingsgesprek, op zijn plek. Ik heb de gewoonte om altijd bladzijde 157 op te slaan van een boek. Om te kijken of ik het wat vind. En toen zei ze, nou doe dat dan maar. Ik kreeg daar toestemming voor. En toen kwam ik op bladzijde 157 aan. En toen zei ze, dat zou ik zelf ook wel eens weer willen gaan gebruiken om voor te lezen. Maar, ja, omdat ze alleen toch in haar gedichten kan wonen, wou ik ze eerst naar de gamma, geloof ik. Hè? Of niet? Maar wat? Of doen we eerst 157? Wil jou 157. Zullen we nog 157 doen? Ja. Ben ik verstaanbaar? Ja. Ja, hoor. Ja? Het heet Hoofdvol Speeches. Ik denk in speeches. Ik geef het maar toe, anders komen jullie er toch wel achter, bijvoorbeeld door de verkrampte manier waarop ik alles wat ik zeg niet als een speech probeer te laten klinken. Ik ben een vat vol speeches. Als je gewoon babbelpraatje met me maakt, probeert de speech er altijd tussen te komen. Met alle macht houd ik hem zo lang mogelijk in zijn hok. Omdat mijn speeches heel sterk en goed zijn, kost me dat veel energie en houd ik het niet lang vol. Daarom duren babbelpraatjes met mij maar zo kort. Ik maak snel korte metten met je, want voor je het weet, heb jij een speech. Kijk nu even mijn man aan. Thuis, in mijn eentje, als niemand er last van heeft, speech ik wat af. Hadden de muren oren, dan zouden ze nu precies weten hoe het allemaal moet met deze wereld. En wat de beste oplossing is voor de belangrijkste wereldproblemen en hoe het paradijs op aarde uiteindelijk gestalte krijgt. Hou er mee op, zou je zeggen. Maar ik ben ermee geboren. Vanaf het moment dat er woorden in mijn kleine breintje tevoorschijn kwamen, heb ik gespeecht. Mijn moeder vond dat ontwapenend en ontzettend grappig. Zo'n klein wijsneusje met zulke dierlijke wijsheden. Maar als je groot bent, is het niet meer leuk. Dat verzeker ik jullie. En nu hou ik erover op, want ik voel alweer iets in me opkomen. Ja, waarom ben je ermee begonnen met weer proza schrijven? En waarom ben je uitgedicht? Want die gedichten waren ook niet mals. Ja, ze zeggen dat je tussen je 20ste en 40ste je beste gedichten schrijft. Want dan is de geest, het hart is roerig. Er gebeurt tussen je 20ste en je 40ste van alles waar je van ondersteboven bent. En dan komt er een wat rustiger periode. Dan ga je over op proza. Ja. En dan later, als het weer heel naar begint te worden, van alles, iedereen ouder wordt en zo, en de gevolgen daarvan, dat je weer gedichten gaat schrijven. Dus dat is eigenlijk de reden dat je zegt, ik heb nu genoeg gedicht. Je moet wat zeggen. Je moet wat zeggen. Ja. Want je weet eigenlijk niet waarom je dat doet. Het gaat vanzelf. Het gaat vanzelf. En je had opeens meer woorden nodig om hetzelfde uit te drukken, zeg maar. Zo. Nou ja, ik bedoel, doe maar wat. Volgens mij staan hier 10 verhaaltjes in van 1 zin. Dat is in poëzie nog nooit gelukt. Nee. Even 10 verhalen in eens van 1 zin. Maar die zijn niet kort, die zin. Die zijn toch minstens wel een halve bladzijde. Nee, zo. Zo. Hemel. En kreeg die uit je hoofd? De kortste. We zijn op zoek naar de kortste. Want je hebt enorm veel geschreven. Als het later allemaal overgedragen moet worden aan het Letterenmuseum, dan hebben ze daar, ik meen, 2,5 meter voor nodig. Er precies tussenin. En precies tussenin. Had iemand gevonden om mee te leven,
en iemand om mee te sterven. Ik had alleen nog behoefte aan iemand daar precies tussenin. Ja, dat is één openingszin. En zij zaten dit te bepraten. En dat deden we niet al te zorgvuldig. Maar we kwamen wel eigenlijk overal en nergens. En zij is wel de koningin van de overrompelende openingszin. Echt zo'n groot voorstelling van er middenin. En dat had ze gemeen met een beetje dat we allebei ook toevallig eigenlijk leuk bleek het te vinden, want we praten eigenlijk nooit zoveel over popmuziek, de Sparks. En die hebben allemaal van die prachtige, briljante openingen. En dat is voor haar ook iets. De openingszin waarvan je zegt overrompelend. En dan komt er vaak een gedachte achteraan. Je eindigt nooit. Net als bij de jongens die dat leuke geweer hadden besteld. Je komt nooit uit waar je uit wil komen. En misschien mag ik een stukje voorlezen een keer. Mag ik dat doen? Ja? Mag ik het doen? Dat vind ik leuk. Ik wil het dichter een ander voorlezen. Want de jongens van Piet Heberkinder, die kreeg te maken met een leuk toeval. Natasja had zo'n hekel aan haar eigen hoofd, dat ze besloot er maar eens een flink gaatje in te blazen. Met een eerdaags aan te schaffen pistool. Nou, dan heb je een verhaal, hè? In twee zinnen, of in één zin, weet ik niet. We wachten enige dagen. Pistool werd niet op de juiste plaats bezorgd. Hupte dingen? Nee. Trulhattan? Nee. Jönköping? Nee. Uiteindelijk werd het pakje bezorgd in Fithebberkenen. Deze plaatsje waar op dat moment de meest verveelde jongens van de hele wereld woonden. Het pistool was een welkome afwisseling in het leven van alle dag. De jongens schoten om en om naar elkaar. En de ene keer en de andere keer zonder munitie. En daardoor kwam het dat er toch nog een paar van die verveelde jongens overbleven. En ja, zo speelt het toeval. En niet weten waar je uiteindelijk uitkomt. Met de, eigenlijk ook toch, ik kan niet anders zeggen hoor, met de poëzie van Sylvia. Je komt altijd op de meest onverwachte plekken weer uit. Toch? Never turn your back on Mother Earth, zou ik bijna zeggen. Ja, heb je altijd, toen je heel klein was, hè, was je gefascineerd door wiskunde. Daar hebben we beide een waanzinnig gebrek aan talent voor, hebben we in onze gesprekken ook mogen constateren. Dat we dat echt iets vonden dat boven onze macht was. Ben je daar nog gaan dichten? Dat het niet precies genoeg was allemaal? We hadden afgesproken dat je niet zou vragen waarom ik schrijf. En toen zei jij, nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar ja, ik wil het eigenlijk toch weten. Ik ben bang dat zij het ook willen weten. Maar zeg, dat wil ik misschien wel. Ik heel mooi antwoord zelf eigenlijk. Jij zei, ja? Dat is vanzelfsprekend. Het schrijft. Het schrijft, ja. Dus het regent. Nee, dat gaat vanzelf. Het gaat vanzelf. Maar dan wil ik weten, want ik weet hoeveel je geschreven hebt. En ik weet dat het gepubliceerd is. Ik heb het opgemeten. Ja, nou, leg het nu. Ja, ik heb 234 centimeter schrijfboeken. Dat is 2,34 meter. En daarvan heb ik 26 centimeter uitgetypt en gepubliceerd 68 millimeter. Ja, nou dat is een mooie score toch, denk ik. En zeker dat je geen plan om dat ooit, bijvoorbeeld wat heel modieus is tegenwoordig, dat digitaal te publiceren? Nou, bijvoorbeeld de 24 centimeter uitgetypte gedichten. Dat je die gewoon eens behangt op het internet. Of zijn ze daar niet voor? Moet het boekjes blijven? Ja, er is een selectie en wat goed is. Tenminste, wat dan er doorheen komt, komt in bundels en dan de rest blijft in die stapel. Dat blijft in de stapel. En dat komt ook nooit meer. Misschien. Maar wat eerst? De 24 centimeter of grasduinen overal op? Ja, kijk, als ik het bundel maak, dan kijk ik alles weer. Dan kijk je alles weer door. Dan komt alles weer boven. Ja. Field. Vond ik ook een erg leuk stuk, omdat je dat samen met je moeder deed. Op bladzijde 138 vinden we dat. Van onze bundel. Ik had leren filten, maar mijn moeder verstond het verkeerd. Ze vroeg of we het villen een keer samen zouden gaan doen. Ze dacht aan eenden, omdat je met iets makkelijks moest beginnen. Ik zei dat ik liever met haar eend ging eten,
Dat was niet minder vreed, maar wel minder opvallend. Uiteindelijk kreeg ik mijn moeder mee naar de vriendelijke geschoren wolwerkplaats, waar we elkaar met het ene na het andere noestig kunststukje iedere keer overtroffen. Ja, heb je daar iets beter? Met nuttige handwerken? Nee, niet? Dat doe je nooit. Nee, dan begin je ergens aan en dan word je heel enthousiast en denk je, oh, dit kan ik ervan maken, dat kan ik. En dan kun je de hele nacht dromen over allemaal wat je met wild kunt doen. En word je volgende ochtend wakker en denk, nou, dat doe ik niet aan. Doe maar weg. Doe maar weg, u weg, en dat gebeurt, want jij schrijft 's nachts, hè? Heb ik begrepen vaak. Ja? Ja, dan zit je gewoon lekker te razen. Toen we het gingen voorbespreken, had je ook gewoon tussen 1 en 4 had je zitten schrijven. Ja? En als je dan 's morgens wakker wordt, heb ik wel eens gelezen bij mensen die moeten niet, dat die zeiden van ja, als je dan wakker wordt, dan heb je het allemaal opgepend. En dan lijkt het in de morning daylight, lijkt het dan niet zo meer te deugen. Heb je dat ook? Ja, maar ik laat het twee maanden liggen. Want als ik meteen kijk, dan word ik heel onzeker. Want soms is het gewoon helemaal niks. En dan je moet gewoon even laten besterven. Het moet op de plank. Fermenteren is tegenwoordig een mannelijk woord. Fermenteren. Dat doen ze tegenwoordig heel veel. Ja. Utopisch ben je helemaal niet, want toen zij mij leerde kennen, had ik echt het idee dat ze mij zat aan te kijken als iemand met heel veel opinie. En volgens mij ben jij echt van weinig opinies, hè? Ja, daar doe ik mijn best voor. Voor weinig opinies? Ja. Ja. En opinies vind je echt maar heel raar? Nee. Benijdenswaardig? Ze komen wel iedere keer in je op, maar het wordt altijd ongezellig als iemand zijn mening heeft. Ja? Ik vind dat is dan verschil. Niet als jij dat doet, dus jij nee? Doet is het zo? Ja. Ja, nee, ik bedoel, het kan ook zijn dat je zegt dat ik wil dat ik niet bederf. Ja, dus maar ik doe het niet dan. Nee, waarom niet? Dan weet ik het al maar heel zeker. Ja, kijk even mijn man aan. Ja? En weet, ik weet het ook wel heel stellig. Maar ik had zo'n idee, jij bent echt meer van het losse idee. En dan de mooie binnenkomer, maar dan weet je nog niet waar je uitkomt. Bij de gamma, desnoods. Want daar zit een utopie in namelijk. En dat vind ik toch een beetje passen bij mensen met grote opvattingen. Bij de gamma. We wilden een nieuw universum in elkaar zetten, want dat wat we hadden was niet goed. Dus wij aan de slag met driehoekjes, vierkantjes en allemaal van dat wiskundige gedoe. Nou, wat dacht je dat we uiteindelijk kregen? Precies hetzelfde! Hetzelfde universum als we al hadden. We liepen naar buiten in ons nieuwe oude universum, kwamen ons de buurvrouw tegemoet en de buurman. En ze vertelde ons dat ze vandaag nieuwe tegeltjes hadden gekocht bij de gamma. En ze keken erbij alsof ze zojuist volledig nieuwe perspectieven hadden aangeschaft. Ik had de neiging, want dit is natuurlijk geen woord te veel over een utopie, hier heeft Karl Marx een heel boek voor nodig. Toen ik de voorbespreking deed, had ik het idee, ik weet niet of ik het zeggen mag ik het zeggen, dat je dat het mij deed denken aan Judith Herzberg. Vond je dat heel erg dat ik dat zei? Natuurlijk niet. Nee? Vond je niet erg? Het is prachtig om erop te lijken. Maar zij vond dus dat Judith Herzberg toch nog meer mooie taal had om te verwoorden wat ze wilde zeggen. En dat zij dus het idee had, ik moet minder woorden gebruiken dan Judith. Vat ik het zo goed samen? Misschien. Nee? Nee? Je weet het niet. Nou, toen was het. Andere woorden. Ja. Hier heb ik een bundel, daar heb ik enorm van genoten. Niet dat ik het nog veel doe, drinkgedichten. Die zijn mij echt uit het hart gegrepen. Zou je er een willen doen? Een drinkgedicht? Ja. Of doe je ze liever? Ik heb hier een open liggen. Telefoongesprek. Tuurlijk niet. We drinken 4 glazen en dan gaan we weer naar huis. Nee, we weten wel wanneer we 4 glazen gedronken hebben. 4 glazen is 4 glazen. Oké, soms zijn het er 5. Maar als het er 5 zijn, komen we ook nog wel naar huis. Maak je nou maar nergens zorgen over. Zelfs als we er een 6 te nemen, lopen wij nog zonder moeite met de benenwagen naar huis. Wat? 7? Ja, ook met 7 zullen we geen moeite hebben. Net als met 8.
Als we 8 glazen op hebben, lopen we zelfs beter naar huis. Steviger, standvastiger. Bijna net zo standvastig als wanneer we de 9 op hebben. En moet je eens zien wanneer we de 10. En bij 11 dan zijn we niet te houden zo snel en soepel lopen we naar huis als 12 nog in de hand en de 13 en de 14 en de 15. En als we wel als de 16 er nog niet thuis zijn, dan moet je maar vast gaan slapen, lief. Ik weet niet of dit op mij, maar dit is een opeenschakeling van eigenlijk heerlijke onverstandigheid en veel drinken. Ik had het over de openingszin. En ja, ik word als waar ik op kijk, denk ik, ja, deze pakt hem ook zo. Over een vrouw die zit op een plek, dat kom je alleen maar tegen in Italiaanse films en in Russische novellen. Ludmila had haar ziel in de regenton teruggevonden. En ze was die al een hele tijd kwijt. Ja, dus, ja, maar dan denk ik, ja, Ludmila had haar ziel in de regenton teruggevonden. Ten eerste, wat moet je niet doen om je ziel kwijt te raken? Ik weet één ding zeker, dat zal mij nooit lukken. En dan vindt ze hem terug. Ja, en dan denk ik ook, dan ben ik wel blij dat je inderdaad niet meer, eigenlijk, dit schrijft. Want dit is dus echt te kort om terug te vertellen. Ja, sorry, ik stotter en ril soms een beetje. Dit is te kort om terug te vertellen waarom je je ziel in de regenton terug kan vinden. En ook als je ziet waar je met deze zin nou weer uitkomt, dan denk ik, ja, dat hebben we toch aardig, dat hebben we een paar keer met elkaar gegeten. Dan zitten we weliswaar vaak in een wat grotere gezelschap en is hij er altijd bij. En zo, dus ja, dat verdunt wel hoor, aan een man die een briljant blog al heeft overkomt. En ook een beroepshaarlemmer is. Maar waar komen we uit bij Ludmila in de regenton? Weet jij het? Ludmila had haar ziel in de regenton teruggevonden en ze was die al een hele tijd kwijt. Dolblij toog Ludmila met haar ziel onder haar arm naar haar buurman, die ook al een tijdje naar de zijne liep te zoeken. Kijk eens in de regenton, riep ze. En de buurman, kijk, vond zijn ziel terug en met hun zielen onder de armen togen Ludmila en haar buurman naar de bakker om de hoek, die al enige jaren klaagde dat hij zijn ziel overal zocht, maar nooit meer had gevonden. In de regenton, riepen Ludmila en haar buurman. In de regenton, riep de bakker, terwijl hij zijn hoofd uit de oven haalde, er nieuwe hoop doorbrak, zijn vrouw naar de regenton liep en... Jawel hoor, riep de bakker en de buurman en Ludmila gebroedelijk naar de smid liepen, die nog altijd dacht dat hij zijn ziel op het aanbeeld had platgeslagen. Maar nee hoor. In de regenton lag ook de zijne te wachten om hervonden te worden. Gezamenlijk togen de smid, de bakker, de buurman en Ludmila met hun zielen onder hun arm naar de burgemeester. Maar die had geen regenton en wilde ook niet gestoord worden door het luidruchtige gezelschap. Hij zat lekker met zijn ziel te spelen in het donker. Ja, sorry dat ik zeg, maar ik vind het Russisch. Ik vind het echt van die dorpse Tsjechov-achtige vodka literatuur. Ja, toch? Het zou toch kunnen? Dat is zo'n dorp, al die mensen zijn van streek, want die gaan door hun ziel kwijt. En dan komt er iemand met een zwaan of met een regenton en dan zitten alle zielen in. Maar heb jij zelf ooit een regenton bezeten? Nee. Heb je iets met een regenton? Vind je het een leuk woord? Vind je een leuk woord, een regenton? Ja. Maar welke, is er een regenton waarnaar dit verhaal verwijst? Zeg maar. Een specifieke, bestaande regen. Jij hebt nog meer van dit soort domme vragen gesteld hoor, in de voorbereiding. Ja, wel een keer op het balkon zo'n bak met water gehad, waar dan op een gegeven moment die helemaal begint te leven. Op een gegeven moment denk ik, wat moet ik ermee? Dat krijgt een leven ook, ja. Kan je moeilijk weggooien. Toch over dat water dan. Je denkt, het water is helemaal vol met de beestjes. Ja. En reptielen zouden blij mee zijn. Vierzwaling zouden blij mee zijn met al die muggen die eruit komen. Maar je hebt niet een specifiek ooit gehad van, ik zie een regenton, dat heeft de mogelijkheid om zielen in te stoppen. Weet misschien wel, maar dat weet ik niet. Dat stuurt helemaal, dat het schrijft. Het schrijft. Ja, dat is niet bewust. Als het bewust is, is het niet zo leuk meer. Nee. Ja, dat is, ik vind dat moeilijk.
Daarom schrijven ze ook geen gedichten en geen proza. Ik vind het moeilijk te begrijpen dat je niet die ton op het oog hebt. En dat je denkt van, daar en daar heb ik die ton. Maar dat is dus, zo gaat het helemaal niet. Zo gaat het volstrekt niet. Ja, maar dat weet ik niet. Dat weet je niet. Dus zit er geen ratio? Of zit er gevoel? Wat is de motor? Ik ga ervan uit dat ik met mijn beperkte denkcapaciteit geen gedichten of verhalen kan schrijven. Maar dat het ergens een soort fabriek is of zo, waar dat gemaakt wordt op het moment. Waar je net zo min of daalde met die zware wiel 2,5 kilometer hoog. Zoiets, maar dan 2,5 kilometer naar beneden. Ja, jij zit in de zie op de buienlanden. Of 2,5 kilometer. Of niet? Ja? Zou ik nog eens het bier was opgelezen? Bier? Oh, het kleine? Ja, oh ja. De kleine boekjes. Ja. Het bier was op, ja. Ook, dit is allemaal. Oh, dit is ook. Bier, bier, meer bier, riep Youssef. Ja, ja, riepen de anderen. Maar waar moeten we dat halen? In het ruim van de commandant. Voorzichtig slopen er enkele naar het ruim van de commandant. Hier is het, zeiden ze bij de ijskasten. De een deed de deur open en pakte enkele flesjes. De ander deed dat ook. Met het bier in hun armen slopen ze naar de groep terug. Hoi, hoi, riepen de mensen. Bier, bier, meer bier, riepen ze na enige tijd. Maar waar moeten we dat halen? Enkele slopen naar het ruim van de commandant. Eén opende de ijskast en haalde er enkele flessen uit. Een ander deed hetzelfde. Hoi, hoi, riepen de mensen. Bier, bier, meer bier, riep men na enige tijd. Maar waar moeten we het halen? Voorzichtig slopen enkele naar het ruim van de commandant. De een opende de ijskast en haalde er enkele flessen uit en de ander deed hetzelfde. Hoi, hoi, riepen de mensen. Bier, bier, meer bier, riep men na enige tijd. Enkele liepen naar de kajuit van de commandant. Eén opende de ijskast en haalde er een paar flessen uit. De ander deed dat ook. Dit gebeurde nog enkele malen. Toen was het bier op. Het moest per se komen uit. Ja, ook daarmee. Het moest komen. Verbaasde ik mij daarover. Het moest komen uit het ruim van de commandant. Het bier. Ja, toen heb ik er nog eentje over de commandant gevonden. Maar dan een andere waarschijnlijk. Ja, achterwaarts! Mars! Schreeuwde de commandant. Zich in zijn verstrooidheid niet realiserend dat hij zojuist de wereld een geheel nieuw concept voor het tegemoettreden van conflicten en problemen had verschaft. Komt die volgende? Dat wordt weer. Moet ik nog een nieuwe voorlezen? Ja. Nieuwe? Ja? Doe maar nieuwe. Ik mocht een nieuwe, originele manier van leven kiezen uit het rek. Doe mij die derde van links, zei ik. Snot Jan Dori, antwoordde de beheerder van de nieuwe, originele manieren van leven. Iedereen kiest altijd de derde van links. Oké, doe mij dan maar de derde van rechts. Dat is hetzelfde. Er hingen inderdaad vijf manieren in het rek, waardoor de derde van rechts en de derde van links altijd dezelfde zouden zijn. Ach, doe mij dan de tweede. Dat is me te gratuit, te onwillekeurig. Je moet zeggen wat je wilt. De vijf nieuwe originele manieren van leven schenen mij ineens allemaal even doods toe. Neem ze dan maar alle vijf. Uit beleefdheid deed ik ze in mijn tasje. Buiten gooide ik ze meteen in een vuilcontainer. Ik bulkte ineens van tevredenheid. Ja, ik zie deze. Deze is ook heel mooi. Dit is echt iets prachtigs. Mag die ter sprake komen? Ja, zeker. Vooral als er mensen zijn die hele vreemde talen kennen en het leuk vinden om een gedicht in een vreemde taal te vertalen. Ja, hè? We hebben Russisch, Frans, Duits, Bulgaars, Zweeds, Fins, gebarentaal.
Luc. Steno. Steno, hè? Die staat hier niet in. Nee, we staan allemaal Esperanto. Op de website. Esperanto. Esperanto is erbij. Erbij. Drie soorten Fries zitten erin. Doesburgs komt binnenkort. Ook de Nederlandse streektalen. En het gaat over man, lief, schaak. En dat gedicht is dus door een internationaal samenzwering, zeg maar. Top. Is vertaald in alle talen. Hetzelfde gedicht in zeer vele talen. Ja. En hoe kwam je op het idee om dit te doen? Van een totje? Ik heb een schaakgedicht geschreven omdat mijn man schaakt. Misschien zijn er meer dames die of snel schaken of van wie de man schaakt. En dan ga je wel eens mee kijken en dan denk je, ja, leuk. Schaken, ja. En, kan je zelf schaken? Ja, nee, natuurlijk niet. En ik een paar hoofd voor hebben. En daar heb ik een gedicht over geschreven en dat is in verschillende talen vertaald. Ook omdat het gewoon overal geschaakt wordt en bijna iedereen, bijna alle schaakmannen hebben ook een schaakpartner daar tegenover staan die dan dat altijd beleeft. En er staat in dit gedicht, het is ook wel leuk om dan, het eindigt met vrouwen die mannen niet begrijpen. Dat is heel gewoon en gezellig. En dat gezellig, dat levert in een heleboel talen problemen op. En in het Deens gaat wel, dan heb je hügelig. En in het Duits heb je gezellig, maar dat is ook wel weer iets anders. Engels is vertaald als chummy. En in het Frans is et c'est si bon, maar dat is toch ook wel weer iets anders dan gezellig. Ik zie al mensen nee schudden. En de Arabische vertaalster komt op een gegeven moment ook. Kijk, met bier in mijn hand ga ik bij de vrouwen zitten die ook even naar hun schaakman hebben gekeken. En toen vroeg de Arabische vertaalster of ze van het bier een kopje thee mocht maken. En dat was. Dat mocht. Franswijs. Ja, misschien kunnen we afsluiten met het boek. Wil je nog eens op de zaag spelen of is dat... Nee, ik kan maar één liedje op MP3 staan. Dus, juist. Ja. Nou, dat is... Als je helemaal muziek hebt, die USB stick zag ik. Ja, het is leeg. Oh, ja. Dit zijn allemaal audio's, denk ik. Nee, uit het nieuwe boek. Of weer de oude boek. Ik heb hier nog iets over een boek dat iedereen gelezen heeft in deze zaal. Ulysses? Ach nee. Gaan we dat niet doen? Is wel leuk hoor. Ik heb het kleed in de gang. Ik heb het kleed in de gang. Het kleed in de gang heb ik. En ik heb gezien dat het scheef lag. Niet recht getrokken. Ik heb een uur lang... Het kleed in de gang niet recht getrokken. Ik heb dat pas na een uur gedaan. De dokter zei dat het niet nodig was het kleed in de gang voortdurend recht te trekken. En het zou kunnen dat hij gelijk heeft. Het zou kunnen. Maar hoe kan ik nou het kleed in mijn hoofd recht trekken als het in de gang al niet eens recht ligt? Eerst de gang en dan mijn hoofd. De dokter zei dat het kleed niet in mijn hoofd hoort te zitten. Maar hoe krijg je een kleed uit je hoofd? Uit de gang. Ja, ik stel me voor hoe ik op een ochtend het kleed oprol, het de trap af laat hupsen en het op de stoep neerleg om door Jan en Alleman mee te laten nemen. Maar hoe weet ik dan dat het bij Jan en Alleman in huis recht ligt? En hoe weet ik of ik zelf dan niet een ander kleed neer ga leggen in mijn gang en dan zitten er twee kleden in mijn hoofd? De dokter zegt dat ik het kleed expres scheef moet leggen. Ik moet naar de gang gaan, ik moet het kleed aankijken en het niet 1 centimeter, niet 2 centimeter, maar 3 of 4 centimeter uit het lood leggen. En ik moet dan rustig gaan slapen. De volgende dag moet ik wakker worden, constateren dat er niets verkeerd is gegaan. Goed zo, beter in de dag laten. Nou, dan gaan we nog. Stilte en redden. Met 4 oren. Twee gedichten nog. Twee mensen. Ja, een nieuwe dan. De kachelflare. Kachelflare. Die is ook wel leuk, toch?
Eerst maar even voldoende munitie. Ja. Hij en ik hadden voldoende munitie voor een mislukt huwelijksleven van ongeveer 1,5 jaar. Je bent de lege huls van mijn bestaan, riepen we bijvoorbeeld. Jij bent de kogel die in mijn loop niet waard. Ambitieus als we waren, hadden we allebei alvast een reservegeliefde geregeld. De reservegeliefden waren ook prima materiaal om elkaar mee te katapulteren. Al met al, achteraf toegegeven, was dat stoere praat. Want we voelden ons als waterdieren die voor het eerst op het land waren gekropen. Met onze krakkemikkige vinnen als pootjes en onze kieuwen als de longen van een kettingroker die aan de achteruitlaat van een dieselzuig. Daar kan ik ook niet mee afsluiten. Ja, dat moet je wel geloven. Dan worden we toch wel vreemd, toch? Maar het is ongeveer hetzelfde. Eigenlijk voorzichtig gaf ze haar man een arm. Mooi zeg, mee te beginnen. Voorzichtig gaf zij haar man een arm. Vind ik een mooi zin. Net als de kachelpreek. Iets anders. Wil je niet meer staan? Wil je niet meer eindigen? Ik vind de kachelpreek echt een vondst. Oh, maar die is klein zo. Yes. Ja, we hebben maar één bladzijde om ons even te gaan. Ja. Ik sluit af met, even kijken, eentje die zo is, en eentje die zo is, en eentje die zo is. Niet te nederig zijn. 100 keer per dag zeg ik tegen mezelf dat ik rechtop moet staan, dat ik niet moet kruipen en dat niemand meer waard is dan ik. Als ik dan mijn schouders ophaal, zeg ik, goed zo, dat is de juiste houding. Soms sta ik werkelijk rechtop en probeer te voelen wat ik voel. Na een tijdje voel ik me te veel en ga weer zitten in dezelfde houding als die waarin mijn vader is gestorven. Mijn vader. Die was zo krom dat ze hem niet in de kist konden krijgen. Met zijn hoofd bleef hij er bovenuit steken. Daar was ik zo trots op dat hij zijn eigen kromme zelf bleef. En dat we een andere, veel duurdere kist moesten aanschaffen om hem er helemaal in te krijgen. Niet nederig. Als ik mezelf over straat veeg, niemand aankijk, de winkelier een onsje pekelvlees en een pond geitenkaas afsmeek, en me daar niet voor schaam, nog voor pekelvlees, nog voor geitkaas, nog voor het smeken, dan ben ik op mijn best. Dan weet ik dat niemand wat dan ook van mijn brood eet. Ook niet ikzelf. Veiligheidshalve. Ik was veiligheidshalve getrouwd met een man die veiligheidshalve was getrouwd met zijn werk, waarover wij veiligheidshalve nooit praten. Toen we, veiligheidshalve, gingen scheiden, hielden we dat voor de groengemeente geheim. Veiligheidshalve leefden we gescheiden van tafel en ook in bed namen we geen halve maatregelen. We hadden veiligheidshalve bij elkaar nog geen kinderen verwekt. Dus toen we voor de vraag gesteld werden of we vertrouwen in de toekomst hadden, zeiden we... Yes! Tot slot, een beetje tweede. Eén groot. Er is maar één grote, ontstellende God. En die hebben wij in deze kerk gehuisvest. Zijn er nog vragen? Dank u wel. Dat het mijn schone taak is jou aan te bieden namens de directie van de literaire salon Schilder Betty, die deze ook zelf als kunstwerk gemaakt heeft. Een uniek exemplaar, ik heb het ook even gecontroleerd. Die van Remco was echt anders, die had hier hele andere strepen. Dus het is een uniek exemplaar van deze zaal. En daarbij natuurlijk van de baas, de heer Schimmelpenning.
dit pakket met daarin niet. Achterwaarts, maar zijwaarts. De bodem en de bom. Dus BBB. Bom en bodem.